cabaretier en liedjeschrijver Jeroen van Merwijk is woensdagochtend op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn theaterbureau woensdag bekendgemaakt. Van Merwijk leed aan darmkanker. Tekst gaat verder onder advertentie: de kunstenaar overleed in het bijzijn van zijn vrouw Jeannette in zijn woonplaats Sainte Julite in Frankrijk. Van Merwijk wordt daar in besloten kring gecremeerd. Al meer dan 30 jaar stond Van Merwijk op het podium. Sindsdien heeft hij 13 theaterprogramma's gemaakt. Vooral zijn voorstellingen Geef mij mijn sperma terug en Een Afrolid is ook maar een mens, Van Merwijk legt het nog een keer uit en Het podiumbeest is terug, kreeg een grote bekendheid. Ook als liedjeschrijver was Van Merwijk een grote naam. Hij schreef teksten voor artiesten als Hans Dorenstein, Adele Bloemendaal, Karin Bloemen en Erik van Muiswinkel. Voor zijn lied Dat vinden jongens leuk ontving hij in 2006 de Annie M. G. Schmidprijs. Terugvallend december kreeg Van Merwijk bij hoge uitzondering de eerder afgeschafte Edison Verprijs Kleinkunst. De cabaretier, die in februari gediagnosticeerd werd met darmkanker, schrapte vorig voorjaar zijn tournee vanwege een terugval. Hij vulde zijn laatste dagen met schilderen en tekenen in zijn huisje in Frankrijk, waar hij de helft van het jaar doorbracht met zijn vrouw. Van Merwijk maakte ondanks zijn ziekte nog plannen voor een laatste theatertournee. Dat deed hij in de vorm van een oudejaarsconference, met als titel Zullen dit jaar gewoon een keertje overdoen? In september 2020 werd echter duidelijk dat door het stadium van zijn kanker deze voorstelling niet door kon gaan. Naast zijn theaterwerk was Van Merwijk bovenal beeldend kunstenaar. Onder zijn eigen naam en onder het pseudoniem Malvet exposeerde hij in binnen- en buitenland. Over zijn strijd tegen darmkanker schreef hij het boek Kanker voor Beginners, dat in november 2020 verscheen. Buzzelets Blokkade.